Goedendag, ik ben Gerard Koopmanschap en dit is het eerste van een serie video's die ik wil gaan maken over het herkennen van eetbare paddenstoelen en het gericht zoeken ernaar. Het is vandaag 6 april 2017. Het is een mooie zonnige dag, licht bewolkt, het is een graad of 13. En vandaag gaan we op zoek naar de morilje, de gewone morilje om precies te zijn. Daarvoor ben ik nu in een gebied, een van de bossen aan de binnenduinrand. En dat is eigenlijk een gebied bij uitstek om morilles te vinden. Hoe herken je nou eigenlijk een terrein waar potentieel morilles kunnen voorkomen? Nou, wat belangrijk is, is de bodem ten eerste. Morilles hebben kalkrijke bodem nodig. En zul je dus over het algemeen vinden op kalkrijke zand. Maar ook op kalkrijke klei worden ze ook gevonden. En de beste, ja, de gebieden waar je dat soort bodems hebt, dat is in de duinen waar we ons nu bevinden. Op de mergelgronden in Zuid-Limburg. En nog een paar plekken verspreid in Gelderland onder andere. Vandaag dus in het duingebied. We zijn bijna bij een plek waar het wat meer open wordt. Want eigenlijk, ik zal hier een rondje daar kijken. We zitten hier nog midden in het bos. En waar ik naar op zoek ga, is de rand van het bos. Dus eigenlijk de gebieden waar het bos meer open wordt. En waar de bossen, de bomen eigenlijk plaats beginnen te maken voor de duinstruwelen, het struikgewas en dergelijke. Ik sta nu aan de rand van het bos. En achter mij staat een groepje essen. En de es, dat is eigenlijk de boom bij uitstek waar je in Nederland de morilje bij kunt vinden. Als je nou twijfelt over de gesteldheid van de bodem, of eigenlijk de samenstelling van de bodem, dus of je wil weten of er kalk zit, in de bodem zit, dan is er eigenlijk wel een indicator waar je op kunt letten. En die laat ik nu even zien. En dit is wat ik bedoel, dit is de indicator dat je op kalkrijke bodem zit. De wijngaardslak. De grootste slak die je in Nederland kunt tegenkomen. En, maar die komt niet, in lang niet alle gebieden voor. Eigenlijk uitsluitend daar waar kalkrijke bodem is. En laat dat nou net de gebieden zijn waar je ook op zoek kunt gaan naar morilles. We zien hier meer van dat soort slakken. Die komen nu in deze tijd massaal de grond uit. En dat is ook eigenlijk een teken dat je in de juiste periode aan het zoeken bent. Zo, we staan hier op een spot waar ik wat morilles heb gevonden. Ik weet niet of jullie ze al kunnen zien. Maar ik zal langzaam wat dichterbij komen. En dat geeft meteen aan hoe goed die morilles gecamoufleerd zijn, want ze gaan echt perfect op in de omgeving. Ik ga wat dichterbij. En hier staan er twee. We hebben hier eentje. En daar staat er nog eentje. En als we dan nog ietsje verder kijken, staat hier nog een morille. En in hetzelfde gebied, een klein stukje de andere kant op, daar zullen er ongetwijfeld nog meer staan. We hebben hier nog eentje. Ik sta heel mooi verscholen tussen de blaadjes. Nou, als je ziet, als dat blad er zo een beetje overheen ligt, dan zie je hem al bijna niet meer. Dus het vereist vooral veel rust en concentratie. Vooral ook omdat je ze niet stuk wil trappen. Hier staat een wat grotere.
Maar ze zijn nog steeds niet het formaat wat ze zouden kunnen zijn. Het is namelijk bijzonder droog. Je ziet ook wel aan het dorre, droge gras dat ze wat water zouden kunnen gebruiken. Dat bevordert de groei ook absoluut. Want ze zullen nu namelijk aan de buitenkant, als er te veel zon opkomt, dan zullen ze aan de buitenkant drogen. En dan kunnen ze eigenlijk niet mooi uitgroeien. Dus laten we hopen dat er binnenkort nog wat regen gaat vallen. Ik laat deze allemaal mooi staan. Want het zijn mooie kleintjes die mogen lekker doorgroeien. En ik ga op zoek naar het volgende plekje. Nou, al deze moriers die we nu hebben gezien, die zijn allemaal nog behoorlijk jong. Nog maar een aantal dagen de grond uit. En het is best wel spannend, vind ik, om te kijken wat er gebeurt. Want voorlopig is er geen tot weinig regen voorspeld voor dit gebied. En nu doen ze het redelijk goed wel, zonder met niet al te veel water. Maar ze hebben hun grenzen natuurlijk en het zou zonde zijn als ze allemaal zo klein blijven en uitdrogen voordat ze kunnen groeien. Ik heb hier trouwens weer een mooi plekje ontdekt. Zal ik jullie even laten zien. Er staat nog een moria verscholen. En daarnaast een mooie grote. Ziet er goed uit. En ik spot er daar nog eentje. Hij is zich goed aan het verbergen. Als je hier wat grassprietjes weghaalt, dan zie je daar ook weer een mooi exemplaar. Hier staat nog een kleintje. Nog een paar kleintjes. En zoals, het is toch wel te zien dat ze behoorlijk droog zijn. En zeker nu ze nog zo klein zijn. Ik ga ze zo direct eventjes bedekken met wat blad. Om ze een klein beetje beschutting te geven tegen de zon. En om ze nog eventjes mooi te verstoppen, kunnen ze lekker doorgroeien. Zo, aan de hand van dit mooie exemplaar wil ik graag ook nog eventjes de kenmerken van de moria laten zien. Zodat je je niet vergist. Er zijn eigenlijk geen of nauwelijks soorten die echt op de gewone moria lijken. In de boeken zul je wel eens lezen over de voorjaarskluifzwam. Toch eigenlijk wel een hele andere vorm, andere kleur. Maar toch zal ik nog eventjes de verschillen duidelijk maken. Overigens is de kans dat je de voorjaarskluifzwam in dezelfde gebieden tegenkomt als de gewone moria in Nederland bijzonder klein. Maar goed, dit is dus de gewone moria. En ik zal hem even heel voorzichtig uit de grond halen. Zodat je goed kunt zien hoe die er nou uitziet. Nou, zoals je ziet, de structuur die ook wel aan een walnoot doet denken. Of een, zoals mijn kinderen ze graag noemen, de hersenpaddenstoeltjes. Het is duidelijk een soort van honingraadstructuur. De kleur die verschilt een beetje per leeftijd en ook wel een beetje van de weersomstandigheden hangt het af. Zoals je op dit filmpje hebt kunnen zien, zijn de jonkies zijn een beetje grauw-grijs. En naarmate ze groter worden, worden ze eigenlijk steeds geliger, blonder, kan je ook wel zeggen.
Het steeltje is eigenlijk altijd licht gekleurd, zoals hier. En een ander kenmerk van de gewone morieën, of van morieën in het algemeen eigenlijk, want er zijn nog wel een paar soorten morieën in Nederland, kegelmorieën. Maar een kenmerk is dat ze van binnen eigenlijk helemaal hol zijn. En ik noemde net de voorjaarskluifzwam. Die, als je die door zou snijden, dan heb je duidelijk verschillende kamertjes, zowel in de steel als in de hoed. Maar ik zal nu laten zien wat er gebeurt als ik deze doorsnij. Dan zul je zien eigenlijk dat die helemaal hol is. En laat je niet afschrikken door het witte in het midden. Ik heb me wel eens laten vertellen van, of een vraag gekregen van, ik heb een morie gevonden, ik sneem door, was helemaal wit. Is dat dan schimmel? Nee, dit is gewoon de kleur die hoort te hebben. Maar dit is de gewone morie. Morchella esculenta. Zo, nou hier wil ik het graag bij laten. Ik hoop dat het filmpje is bevallen. Dat je mogelijk wat inspiratie hebt gekregen om op geschikte plekken op zoek te gaan naar morieën. Als je het filmpje leuk vindt, dan zou ik zeggen hieronder kun je even een thumbs up geven. Een like en uiteraard... Als je meer van deze filmpjes wil zien die er zeker gaan komen later dit jaar, dit seizoen, dan abonneer je even op dit kanaal. Dan blijf je automatisch op de hoogte. Tot de volgende keer.